sponsoren en relaties zijn. Jacqueline, wil jij even naar voren komen? Dit is een bijzonder moment. Nou, Welmoed Lucht, wel bekend natuurlijk. Vorig jaar kalender gemaakt, eigenlijk als schijntje van deze jongens. In mooie posities gefotografeerd. Nakend bovenlichaam. Maar ja, dat was toch iets te spannend, want we wilden ook iets met vrouwen doen. En dan een vrouwenkalender, ja, was het toch niet. Maar dat was eigenlijk begonnen als een grapje. En dat grapje dat werd steeds interessanter en groter. En uiteindelijk zijn er ruim 1000 kalenders gemaakt. En is de opbrengst daarvan naar Xenia gegaan. Dat was vorig jaar al. En dat heeft zo'n ruim 2500 opgeleverd voor Xenia. En Jacqueline is de oprichter van Xenia en hospice manager. En dit jaar kwam Welmoed met het idee van, zullen we speelkaarten maken voor de club? En dan met alle mannen spelers en alle vrouwelijke spelers. En dan wederom de opbrengst naar Xenia. Nou, dat leek ons natuurlijk geweldig. Dus Misha van Hart voor de Zaak heeft het ontwerp weer gemaakt. Jullie zijn op de foto gegaan. Welmoed heeft alles begeleid. En vandaag is de kick-off van de speelkaarten losgegaan. We hebben al echt heel veel kaarten verkocht via de sponsoren. Dat is hartstikke mooi. Er zijn sponsoren die hebben een pakje met een logo erop. Maar vandaag is ook de kaartverkoop losgegaan bij de leden. En Xenia gaat zelf ook kaarten verkopen. En dit is het moment als de aanvoerder, Ross, het eerste pakje symbolisch kan overhandigen van de speelkaarten aan Jacqueline. Dat lijkt mij heel erg mooi. Ja. Dus alsjeblieft, dit is het pakje. En dan heel kort, Jacques, als je heel kort nog wat kan vertellen over Xenia, dat zou heel mooi zijn. Ja? Ja. Allereerst dank jullie wel dat ik hier mag zijn namens Xenia. Xenia is een hospice in Leiden waar jonge mensen uit heel Nederland komen die ernstig ziek zijn tussen de 16 en de 40 jaar oud. Het is een bijzonder huis en wij voelen ontzettend een verbinding met deze club, met deze jonge mensen die voor Xenia dit doen. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dank jullie wel voor deze mooie actie. Slot, Welmoed even naar voren. Ja. Bloemetje voor Welmoed, die altijd weer hele originele acties verzint. Ja.